Een hele goede middag op deze woensdag. Het is 12 juni. Ik ben klaargemaakt en leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Moet je even kijken hoe erg die plek wordt. Kijk, ik ben hem steeds aan het insmeren. Dit is dus die eczeem, maar ik heb het idee dat het alleen maar erger wordt. Dus ja, ik blijf smeren, maar ik snap het niet helemaal. Ik heb gisteren gekeken naar... ik weet er alles van en ik dacht daarna heel leuk, ja, ik ga kijken naar Zeeman Confronteert, daar had ik me op verheugd. Maar dat kwam al niet meer. Je had Bureau Rotterdam, nou dat heb ik allemaal al gezien, dat hoefde ik ook niet meer te zien. Dus toen heb ik maar een Steenrijkstraat Arm aangezet, ja, op zich best leuk. Alleen dat arme gezin, nee dat rijke gezin, het waren twee zussen, die vond ik iets minder, want die waren op een gegeven moment ook blijkbaar in een hotel gaan slapen, want ze waren allergisch voor de dieren en die had het experiment niet helemaal goed afgemaakt. Dus ik vond hun ietsjes minder, maar goed, dat heb je soms. Daarna heb ik even een spelletje gedaan en toen heb ik de vlog afgemaakt, die staat al helemaal in elkaar, dus dat is mooi. En toen ben ik de laatste aflevering van mijn Netflix-serie gaan kijken. Ik had ook mijn foto's nog bewerkt trouwens. Heel spannend einde. Er moet een seizoen 3 komen. Dit moet. Althans, ja, van mij moet dit. Ik hoop het, want het eindigde zo spannend. Dit had ik niet zien aankomen. En daarna zie je zijn. Dat was dus ook het laatste vervolg. Dat was ook super spannend. Maar ik heb het idee dat ik ga nu naar een nieuw seizoen. Dat er dus ook wat personages gaan verdwijnen. Maar dat ga ik vanavond wel weer zien. Het is wederom koud. Het is 14 graden. Volgens mij is het echt nog nooit zo koud geweest in juni. Ik heb gisteravond gewoon letterlijk weer onder mijn kleed gezeten. Zo koud had ik het. Maar goed. En nou, toen ben ik daarna lekker naar bed gegaan om een boek te lezen. En toen ben ik lekker gaan slapen. Ik ga zo meteen de boel hier lekker doen. Ik heb nog wat dingetjes van de Lidl die ik jullie wil laten zien. Het is eigenlijk gewoon een mini Lidl shop logje. En ik had eerst gedacht, ja, ik kan er ook een losse video van maken, maar dat duurt te lang. Want nu zijn die artikelen nog in de webshop. En tegen de tijd dat ik het misschien kan opnemen, dan is het wel mooi weer. Dan kan ik het ook aan. Dus ik dacht, doe ik gewoon een mini shop logje in de vlog. Is ook wel leuk. En ik heb ook de... manden ingericht die ik boven op mijn kapstok wilde hebben. Die ik bij Temu had gekocht. En dat heb ik voor jullie gefilmd. Dat ga ik jullie daarna even laten zien. Maar ik zal eerst even de spulletjes laten zien die ik had gekocht. Ik zal het ook eventjes aantrekken. Dus ik ga dat eventjes erbij pakken. Ik had ook nog iets van Bonprix. Dat zal ik ook even laten zien. Misschien ook nog wel even leuk. Want daar heb ik... Oh, is het allemaal zo netjes verpakt. Als je het dan over plastic hebt, alles wordt eerst weer in plastic gegooid en dan uiteindelijk... Ik krijg het niet eens normaal open, joh. Nou ja, weet je, dan kan het ook gewoon gelijk in de was als het goed zit. Daar heb ik dit t-shirtje gekocht met deze kattenprint. Ik had er al eentje in lange mouw, die is zwart en nu zag ik deze en die heeft dus ook een kattenprint. Die vond ik heel leuk, ook een heel lekker stofje. Ik zal het straks allemaal even aandoen, zodat je ook even kan zien hoe het staat. En daar heb ik deze, ja, ik vind hem zelf heel tof. Een spijkerjurk heb ik gekocht. Kijk, gewoon een jurk met spijkers. Vind ik wel echt heel erg leuk. Werkt dat? Oh, dat moet je wel echt zelf helemaal opmaken. Dat is een drukknoop. Nou goed, ik zal het zo even aantrekken. Dan kun je even zien hoe het staat. Maar die vond ik ook wel heel erg leuk. En die was volgens mij nu ook in de sale. Dat was dat. Nou, dan even door naar de Lidl. Ik heb allereerst dit broekje. Die had ik in de winkel nog gekocht. Ik heb hem in een maatje M. Ik heb hem nog even geplaatst. Wel eventjes. Die zat goed. Want ik dacht, anders moet hij teruggebracht worden. Hij zit aan de bovenkant ietsjes los. Maar dat kun je wel zien. Maar dan zit hij wel ietsjes langer bij de benen. Dus dat is deze. Even dit openmaken, want heel veel dingen komen van de webshop. En dat zit er ook een stukje in. Kijk. Maar ik dacht, als alles nou goed zit, kan ik het ook gewoon lekker wassen. En dan is het voor de zomer klaar. Dan heb ik dit topje. En ik denk wel dat het een zit hier vast met een drukknoopje. En dan kun je hem knopen. Dus ik moet even kijken hoe dat valt in deze hele vrolijke print. Deze heb ik wel in een appje gekocht. Dus dat is die. Die heb ik ook nog in een
roze variant. Dat is dan hetzelfde. Maar die is dan roze. Dat vond ik ook wel heel erg leuk. Dus dat is die. Ook heel gezellig. Zal ik even de andere zak openmaken. Het is wat. En bij dat broekje die ik net liet zien, hoort dus ook een topje. En dat is dus hetzelfde topje als die ik net liet zien, maar dus in hetzelfde printje. Dus dan heb je een mesh setje. Die heb ik wel in Essie, dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat met elkaar staat. Maar nogmaals, gaan we zo gelijk even passen. Wat heb ik dan hier? Dit is een... Dus op zich zit dat goed. Maar hoe zit dat dan bij dat broekje? Want een emmetje, waar valt M onder? Dat staat er dan bij deze niet op. Nou, dan heb ik bij dat roze, felroze shirtje wat ik net liet zien, deze wikkelrok. Dus dat is dan ook weer zo'n setje bij elkaar. Dit zit hier dan wel met een split. Die kun je dus gewoon om je heen wikkelen. Die heb ik ook in een S'je gekocht. Ik weet de prijzen niet meer precies hoor. Het was allemaal echt heel goedkoop. Want het was allemaal in de sale volgens mij 5 euro en dat soort prijzen. Dus die is wel lekker strijkspul. En dan heb ik nog een... jurkje. Kijk, die is ook voor de zomer. Die kun je dan... Hallo. Hoe zit die nou? Oh, hier. Ook gewoon knopen. Die heb ik ook in een S'je gekocht. Dus dat zijn de nieuwe spullen. Ik ga het even voor je aantrekken. Zodat je even kunt zien hoe het eruit ziet. Allereerst heb ik even die spijkerjurk aan. Hij zit echt best wel ruim. Maar ik vind hem aan de achterkant... Ja, hij zit... Het is hem net, weet je wel. Maar omdat je die splitjes hebt, denk ik van... Ja, ik hou even mijn broek eronder aan. Ik voel me niet heel prettig om dit nu in mijn blote benen te laten zien. Hij is lang, maar je moet er wel echt wat onder doen. Want anders zie je wel echt alles. Maar dat is op zich helemaal niet erg. Gewoon met een leuke legging of zo kan het ook prima. En ik vind het met een spijkerbroek ook niet heel verkeerd. Met een mooie zwarte broek. Ja, deze zit nu een beetje losjes. Ik zal even iets optrekken, want het ziet er zo raar uit. Maar door die split vind ik dat je net iets te veel ziet anders. Maar ik vind hem wel heel leuk. En als ik hem maat groter had genomen, dan ja, had ik er echt in kunnen zwemmen. Want deze zit al vrij ruim. Maar ik vind hem wel heel leuk. Dan is dit het jurkje van de Lidl. Zit wel heel erg leuk. Ik heb hier altijd sowieso altijd wel zo'n broekje onderaan. Leuk ook met die sokken zo. Maar dat ziet er natuurlijk niet uit. Maar hij zit op zich verder wel een mooie lengte van achter ook. Dus dat zou op zich prima kunnen. Hij zit leuk. Je kunt hem leuk strikken. Lekker stofje ook voor van de zomer. Dus echt een heel leuk jurkje. Kijk, het is 36, 38. Je ziet toch dat het hier wat ruim zit. Maar kleiner hebben ze niet. Maar ik vind hem wel heel leuk. Dan de volgende combinatie. Dat is die wikkelrok. Zoals je kunt zien, hij schijnt wel door. Dus als je er zwart ondergoed onderaan hebt, dat moet je niet doen. Dan moet je toch wel iets van wit dragen. Want... Het schijnt wel door. Ik zou er toch een broekje onder aan doen. Maar dat valt me nu wel op dat het wel doorschijnt. Doordat ik de rok wat hoger heb, valt dit shirtje ook heel erg mooi. Dus dan heb je eigenlijk gewoon een hele leuke mooie set. Het lijkt zo eigenlijk gewoon een jurk, maar het is dus los. En je wikkelt hem zo en dan ja, valt het heel lekker. Ook heerlijke stof. Echt wel zo lekker iets voor van de zomer. En omdat dit dicht kan, zit het heel netjes. Het zit nog een beetje ruim voor S. Maar ja, kleiner hebben ze gewoon niet. Maar het zit wel. Ik vind het wel een hele leuke set zo. Ik word hier wel heel blij van. Dan is dit het playsuitje. Hij zit eigenlijk super netjes. Ook mooi wat langer bij de benen. Daar hou ik wel van. Sommige zitten dan net te kort. Het kan eigenlijk heel erg mooi. Het zit gewoon heel erg lekker. Het zit heel erg leuk. Ik vind het gewoon echt een heel leuk zomersetje. Waar ik ook echt heel erg blij van word. Dus ja, ook deze is goedgekeurd. S'je is prima.
Anders dan zou het heel los gaan zitten, want dat zie je hier dan wel, maar helemaal goed. En dan dit setje in combinatie met het broekje. Ik heb het broekje wat hoog opgetrokken. Dan zie je dus inderdaad wel dat hij wat losser zit. Maar zou ik het naar beneden doen, maar dan zie je dit weer heel erg. Dan zit hij eigenlijk mooi. Dus ik ben wel blij. Als ik nu een S'je had genomen, was hij waarschijnlijk tot hier gekomen. Dus ja, dat zit eigenlijk ook weer heel goed. En op zich kan het prima. Dus ja, heel leuk setje ook. Ook echt lekker zomers. Ik vind het heel mooi staan. Ik vind ook blij dat hier dat knoopje zit. Anders is het heel erg open. Maar ja, ik vind hem ook heel erg leuk. Dan dit shirtje zit ook leuk. Is inderdaad een wat korter modelletje. Is niet heel erg. Want als je een langere broek erover onderaan doet die een beetje hoog optrekt, is het prima. Of bijvoorbeeld ook die wikkelrok zou hier prima bij kunnen. Dus op zich staat het ook wel heel leuk. Hij moet hier eigenlijk nog dicht met een knoopje. Maar die kon ik even niet vinden, want die zit hier ergens. Maar het staat wel heel leuk. Dan deze vrolijkert. En die kan eigenlijk ook prima zo met een hogere broek. Die zou ook kunnen met die rok, omdat roze komt erin terug. Zit ook wel heel erg leuk. Staat ook leuk. Ik moet hem hier ook nog strikken. Ben ik nu vergeten. Maar ja, het ziet er wel heel leuk uit. En als laatste nog even een t-shirt. Zit heel mooi. Valt ook heel mooi. Valt ook nog best wel ruim hoor, voor S vind ik. Maar het kan eigenlijk zo prima. Ik vind hem heel leuk staan. Gezellig met dat katje er zo op. Dus heel leuk shirtje voor de zomer. Dus daar heb ik weer wat leuke spullen bij voor van de zomer. Ik ben er in ieder geval heel erg blij mee. Zo, klaar met alles. Alles weer lekker schoon, goed stofgezogen. En ja, dat is allemaal wel heel fijn. Nu hebben de katten net lekker hun eten op, dus dat is ook wel weer lekker. Ik ben wel echt heel blij hoe de kleren zitten, want ik had ze dus ook nog niet aangepast. Behalve dat broekje om even te passen of dat hij goed zat. Maar ik vind het wel heel leuk, dus omdat ik alles ook wil houden, ga ik het gewoon eventjes allemaal eventjes lekker in de handwas doen. Zodat, ja, ik denk wel even stomen, want er zitten wel wat dingen bij die kreuken. Maar ik vind het wel heel leuk. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd wat jullie ervan vonden. Ik hoop dat jullie het een keer leuk vinden om zo eventjes een mini shoplogje te zien. Nu ga ik zo eventjes lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond heb je gewoon weer, ik weet er alles van. En daarna ga ik eventjes perfecte plaatje kijken. Sowieso nog even een spelletje doen. Dan ga ik lekker een blogpost schrijven en de vlog inplannen, thumbnail maken. Ik wil nog eventjes het persbericht van Catrice inplannen, hoop ik. Ik ga gewoon nog even wat dingetjes op de computer doen en een nieuwe serie uitzoeken. En ik heb nu echt nog geen idee wat ik wil kijken, dus ik kijk wel even wat erop staat. Verder ga ik wel dus beginnen met het nieuwe seizoen van CSI. Dus ik ben wel heel benieuwd hoe dat verder afloopt. En dan ga ik lekker naar bed mijn boek lezen. En nou ja, dan ga ik lekker slapen. Mijn coach is morgen laat, had ze al geappt. Dus wel fijn dat ik dat nu weet. Dan heb ik nog eventjes, voordat zij komt, kan ik nog eventjes wat het een en het ander doen. Dus dat is ook wel lekker. Ik ga nu even lekker relaxen, dus ik zou bij deze dan ook gewoon zeggen tot morgen, want ik ga nu verder toch niks meer doen. Een hele goede middag op deze donderdag. Het is vandaag 13 juni. Ik ben gezellig met Muis, die inmiddels mijn make-up aan het opsnuiven is. Even kijken hoe alles eruit, want ja, ik heb ook een lipbalm op en die heeft wel een lekker geurtje, maar dat komt bij hun denk ik nog intenser binnen. Maar ik ben dus in ieder geval klaargemaakt voor zover ze nu op zit. De muis begon net aan mijn gezicht te likken, maar ik denk dat het wel goed komt. Ik was een beetje dom geweest. Ik moest 2 mascara's testen deze week en toen was ik het alweer vergeten. Dus ja, dat moet ik nu nog allemaal even inhalen, maar dat komt goed. Ik heb gisteravond gekeken naar Ik weet er alles van en daarna Het perfecte plaatje op reis. Was wel weer leuk. Ik heb even een spelletje gedaan. En dat is ook allemaal wel weer, ging ook allemaal wel weer lekker. Toen heb ik mijn blogpost geschreven. En heb ik de vlog geüpload. Dus dat ging ook eigenlijk allemaal best wel goed.
Dus ja, dat was eigenlijk allemaal wel lekker. Ik had nog even wat nieuwe muziek. Nieuwe muziek, het is dan oude muziek, maar die ik weer opnieuw had herontdekt. Die had ik er even bij gepakt. Ik krijg een sms'je binnen die ik al had gelezen, dus dat snap ik niet helemaal. Toen ben ik een nieuwe serie gestart op Netflix. En ik zal hem er eventjes bij pakken, want ik had er een screenshot van genomen. Zodat ik dan precies weet wat ik op moet zoeken. Oh ja, volgens mij moest ik eerst nog even iets claimen. Ik speel June's Journey. En één keer in de zoveel tijd heb je van die dagopdrachten. Dan moet je zoveel keer spelen en dan krijg je een beloning. Maar toen zag ik dus dat ik dat gisteren al niet had gezien. Dus ik heb hem gisteren alweer gemist. En dat baal ik dan van. Dus ik heb mijn moeder ook wel even geappt van joh, die opdrachten zijn er weer. Misschien dat zij het wel had gezien. Maar ik denk dat ze het anders wel had gezegd gisteren. Maar goed, die leest dat later wel, want die is nu toch aan het werk. Even kijken of ik had geclaimd. Nee, zie. Even claimen. Zo. Dan ga ik even die serie opzoeken. Ik hoop dat ik het kan uitspreken, want het is Spaans. Niuna Mas. Het is ook weer een serie van 8 afleveringen. Het is wel een 16-plus serie. Het gaat over een jong meisje die, die pubert en ook vooral niet doet wat haar ouders van haar verwachten. Leren doet ze niet. Ze gooit overal een beetje met de pet na wat betreft school. Maar dan gebeurt er in de nacht wat en dan verandert haar hele leven. Dus ik ben wel benieuwd. De eerste aflevering vond ik best wel mooi. Dus volgens mij staat er nog niet zo lang op. Hij staat ook weer in de top 10. Dus ik dacht, nou, dan ga ik die wel kijken. En ik merk toch dat ik best wel goed ga, zeg maar, op die afleveringen. Of op die series die niet superveel afleveringen hebben of zo. En daarna heb ik CSI gekeken. Dat was heel erg wennen. Ik heb zeg maar het seizoen gezien waar een bepaald personage, die heette Ray Langston, nog in zat. En die is nu vervangen door iemand anders en die is nu ineens ook de baas. Dus er is dan in de seizoenswissel zeg maar is er ineens heel veel gebeurd en daar moet ik gewoon eventjes aan wennen. Maar verder was het wel weer mooi. En toen ben ik lekker naar bed gegaan om een boek te lezen, maar mijn e-reader is bijna leeg. Dus die moet ik even op de oplader doen. Maar eigenlijk durf ik dat nu niet, omdat ik straks de deur uit ga. Dan vind ik het niet zo'n prettig idee als er iets op de oplader ligt. Dus ik zit eraan te denken om het te doen als ik weer thuis kom. Ik had hem expres al even op mijn bed laten liggen, want dan weet ik, dan moet hij opgeladen worden. Want als ik hem terug in het laadje leg, dan vergeet ik het. En dan pak ik hem vanavond weer om te gaan lezen en dan is hij gewoon binnen no time leeg. Dus zoals ik al zei, straks is boodschappen doen, maar dat is pas laat, tussen 4:15 en 4 zou mijn coach zijn. Dus ik ga hier gewoon zo even stofzuigen en zo. Dan ga ik eventjes lekker naar boven voor wat dingetjes doen. Ik heb het wel weer ijskoud. Ik heb echt hele koude voeten. Ik zal bijna mijn slof gewoon weer aantrekken. Het is 18 graden, maar het is zwaar bewolkt. Dus nou ja, komt wel weer goed. Ik ga dat nu even doen. Ik neem jullie straks wel weer even mee met boodschappen doen. Dus tijd om even aan de gang te gaan. Zo, terug van de boodschap. Ik zit even heel onhandig nu aan de accu, want de camera was leeg. Maar ik heb even wat dingen gekocht. Ik ben heel blij. Ik heb ook de cadeautjes voor de kindjes gekocht. Die laat ik nog niet zien. Die zien jullie in de volgende vlog. Want anders dan zou Nati het al zien. Dat wil ik graag als verrassing houden. Ik heb wel nog deze leuke sandaaltjes gekocht bij de trekpleister. Ze zijn gewoon voor die zomer sandaaltjes voor onder leuke rokjes. Die vond ik wel leuk. Die waren voor 8 euro. Dus die heb ik gekocht. Dan heb ik een zakje met kattengrip gekocht.
We hadden nu niet echt tijd voor de welkoop, dus ik dacht, neem ik even goedkoper mee. Ik heb hier keukenrol, gaat ook altijd heel hard hier. Heb ik even het nieuwe foldertje van de Lidl meegenomen, want ik krijg al weken geen folders. Dan heb ik weer boontjes, de toetjes. Dit was in de aanbieding bij de Boni. Dus ik heb voor Bami meegenomen en voor Nassi. Dan heb ik dat staan. Ik wil het onderhand weer gaan maken. En nu had je er twee voor 1,88 of zo. Dan hebben we hier weer gewoon chocomel. Patatjes. En aardappeltjes. En weer het kattenvoer. Dan even naar de andere tas. Dan heb ik hier ook even naturel shootjes. Ik vind het wel lekker om een keer af te wisselen. Dus ik dacht, nou, dan ga ik dat ook een keertje doen. Dan heb ik weer gewoon spekjes gekocht. Toen kwam ik deze echt vet leuke sokken tegen van Emily in Paris van Netflix. Natuurlijk, dat kijk ik altijd. Dan heb je 3 paar sokken. Ik vond ze echt super leuk. Dus je hebt gewoon 3 paar sokken van Emily in Paris. Ik vond ze te leuk om te laten liggen. Dus ik dacht, die neem ik. Speklapjes voor maandag. Schoonmaakdoekjes. Die moet ik elke keer kopen. Elke keer pak ik het. Dan heb ik deze fles met bubbelsap. Dit is van dat bruisende sap. Het is eigenlijk voor 2K. En dat is van Dubbelfris. Appelpersik. Dat is echt mijn lievelingssmaak wel. Dus ik dacht, die ga ik meenemen. Frikandelletjes. Haribo vers. Dan heb ik nog dit leuke knipje gevonden bij de Lidl. Die vond ik wel heel leuk. Lekker vrolijk. Lekker zomers. Dan heb ik hier nog, even kijken hoor, slaapinken. 2 keer dit toetje, want ik kwam anders een toetje tekort. En dan had ik maar tot dinsdag een toetje. En ik vind toch elke dag wel lekker een toetje. En dit is donkere chocolade. Was 2 voor 99 cent. Dus daar heb ik er 2 van meegenomen. Oh ja, ik dacht bij de voetbal lekker korrelnootjes. En deze vind ik het lekker. Dus dat is dat. En de rest dat was voor de kindjes. Maar dat laat ik dus later eventjes zien. Ik ga even opruimen, ga ik lekker douchen en eten. Dan ga ik vanavond even lekker, ik weet er alles van, kijken. En daarna het jachtseizoen waar ik heel veel zin in heb met Wolter Kroes en John de Bever. Dan ga ik nog even een spelletje doen en dan ga ik de foto's bewerken. En misschien nog even kijken naar wat boeken of die er alweer nieuw zijn. En sowieso nog eventjes die ik al heb staan, even op de e-reader. De e-reader moet ik gaan opladen, ga ik ze eerst even doen. Ga ik lekker mijn Netflix-serie kijken en zie je zijn. Dan ga ik lekker naar bed, mijn boek lezen en slapen. Ik ga jullie ook gewoon morgen zien. Even een rare afsluiting zo. Maar ik zit dus aan die oplader. Dus als ik hem nu eraf haal, dan heb ik geen batterij meer. Maar goed, ik ga dat nu eventjes doen. Dus bij deze zou ik zeggen, tot morgen. Een hele goede middag op deze vrijdag. Het is 14 juni. Ik ben klaargemaakt en ik heb gewoon een trui aangetrokken. Het is juni, maar het is niet warm. Want hoeveel graden is het? Ik dacht 17, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Ik ga het heel even nakijken. Ja, 17 graden. Het is zwaar bewolkt. En ik dacht, ik heb het al dagen zo koud. Ik ga gewoon weer voor een trui. Weet je, zolang het zulk weer blijft, is een trui prima. Dus ik dacht, lekker. Ik heb mijn oranje die ik bij de Zeeman had gekocht. Dus ik dacht, nou lekker, trui aan. Gisteravond heb ik gekeken naar Weet er alles van. En daarna het jachtseizoen. Was wel leuk met Wolter Kroes en John de Bever. Ik heb er wel van genoten. En toen heb ik nog even een spelletje gedaan. Daarna. Toen ben ik mijn foto's gaan bewerken. Had ik even mijn e-reader aan de oplader gelegd. Er heb ik nog even wat boeken bij opgezet. Dus die heeft weer redelijk wat batterij. Dus niet helemaal vol, maar vol genoeg. En toen ben ik mijn Netflix-serie gaan kijken, die echt wel heel spannend is. Het duurt ook niet super lang, het is zo'n 41 minuten, dus dat is ook wel lekker. Die Maestro in Blue, dat duurde soms wel over een uur. Dat ik soms dacht van, oh, of ik ook net lang zat. Maar het is wel mooi. En daarna heb ik nog CSI gekeken. Toen ben ik naar bed gegaan, maar ik was heel erg moe. Boodschappen doen kost mij altijd heel veel energie. Maar goed, wat dat betreft dat ik het 1 keer per week doe, want... Het kost mij gewoon altijd heel veel energie, vooral als het druk is. En ik heb altijd wel een lijstje, maar dan moet ik nadenken, want soms zijn er dingen niet. En ja, het is gewoon energierovend. En daarna ben ik dan ook best wel heel erg moe. En dat merkte ik gisteravond, want na het lezen, ik
merkte tijdens het lezen dat ik zo moe was dat ik op een gegeven moment mijn hoofdstuk niet heb afgelezen. Ik ben dan zo iemand die wil heel graag het hoofdstuk uitlezen. Dat lukt niet altijd. Maar dat ik het liefst met een nieuw hoofdstuk begin de volgende dag, weet je wel. Maar ja, het lukte nu gewoon niet. En ik wist op een gegeven moment gewoon niet meer wat ik aan het lezen was. Ik dacht, nou laat maar, ik ga slapen. En dat is soms ook oké, hoor. Maar ja, ik vind het soms ook wel lastig. En ik baal dan soms wel eens van mezelf dat ik zo ben. Maar ja, doe er niet zo heel veel aan. Ik ga zo meteen eventjes die nieuwe kleding in de handwas doen. Want hier hangt nog een was, die kan er weer af. Die is wel droog, denk ik, zo goed als. En dan ga ik klusjes doen. Ik ga even wat dingen ophangen. Dus dat wifi-boxje, de plank en ook eventjes die houder voor de stofzuiger. Mocht er nog tijd erna over zijn, wil ik ook nog even de gaatjes dichten. En als dat niet lukt, dan kan dat van de week eventjes. Dus ik ga jullie gewoon gezellig meenemen in een beetje klussen. Ik heb er wel zin in. Ik ga eerst even wat grove dingen alvast wegstofzuigen. Dan moet ik hier even het een en ander aan de kant zetten. Maar ik neem jullie mee. Dus ik zet even een muziekje aan en dan ga ik aan de gang. Resultaat van het klussen. Deze hang nog niet helemaal vast, want ik irriteer me heel erg dus aan die gaten. Dus die gaten ga ik morgen eerst opvullen, want dit vind ik echt geen gezicht. Die ga ik morgen even opvullen en kan ik hem daarna vastdraaien, want dit is echt geen poren. En dan kan die hier mooi hangen, dus dat is top. Daar ben ik blij mee, maar alleen even de gaten opvullen. Die plank, die staat. Ik heb al de melkopschuimer erin staan. Of opstaan. Dus ja, hij hangt gewoon zo. Ik ben er blij mee. Het was wel even bloed, zweet en traan. Ik kwam niet zo makkelijk door die deur heen. Maar nou, die hangt ook wel weer goed. Dan gaan we eventjes naar de woonkamer. Want ook mijn wifi dingetje hangt. Kijk. Die hangt ook. Die van de TMU. Hij kon er bij mij alleen helaas niet anders in. Want ik zit met die pootjes. Die krijg je er niet af. Maar zo is het prima. En is die hier leeg. Dus top. Zo. Ik heb het er warm van gekregen, dat geklus. Geeft niet, ik ben heel blij met het resultaat. Ik ga het ook allemaal niet zwaar beladen hoor, die planken zo ook niet. Ik wil nog een blender, die wil ik er sowieso opzetten, maar ik ben blij dat het hangt. Ja, alleen eventjes dus die gaten opvullen. Ik dacht nog, nou als ik nog tijd heb, kan ik dat nog wel even doen. Maar toen viel het eventjes tegen met ophangen, toen dacht ik, nee, dat doen we dan morgen wel. Even gaten opvullen, dat is ook niet zo heel veel werk, dus dat komt ook helemaal goed. Dus dan ga ik dat morgen even lekker doen. Inmiddels is het ook keihard gaan regenen, dus op zich ook wel weer gezellig. Nu ga ik eerst even lekker wat drinken en even lekker relaxen, want ik ben best wel een beetje moe. Dan ga ik straks eens lekker douchen en eten. Vanavond ga ik kijken naar de slechtste chauffeur van Nederland. Want ja, ik loop nog een beetje achter, dus dat ga ik kijken. Nog even een spelletje doen.
video in elkaar zetten, blogpost schrijven. Misschien nog even wat op de computer rommelen, even kijken. Dan ga ik lekker mijn Netflix-serie kijken. En dan ga ik weer kijken naar Scott en Bailey. Dus daar heb ik wel zin in. Ik heb ook het hele kastje van de tv aan de kant gehad. Ja, toen vloog mijn sticker eruit van mijn Apple speaker. Toen had ik geen muziek. Ik dacht, oh jee, hoe ga ik dat nou weer fixen? Maar dat is gelukt. En ja, ik ben eigenlijk zo wel weer heel tevreden. Dus alles is weer lekker schoon en gedweld. Dus nou, ik ga nu gewoon even lekker wat drinken en relaxen. Dus bij deze ga ik zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze zaterdag. Het is vandaag 15 juni. Ik ben klaargemaakt en ik heb last van een hoestje. Ik was aan het sporten en ik moest heel erg hoesten steeds. Ik dacht, oh jee. Maar goed, het is ook niet zo gek natuurlijk. Het is nu wel 18 graden, maar het is wederom weer regenachtig en bewolkt. Het heeft gisteren ook nog heel erg hard geonweerd en geregend. Ik vond het wel gezellig. Muis die kwam wel meer bij me. Normaal springt zij onder de bank. Dat vindt ze echt heel eng, maar het was niet zodanig hard dat ze er bang van werd. Ik dacht, ja, je hoort het nu natuurlijk beter omdat die roosters openstaan. Maar ze bleef wel gewoon hier zitten, dus dat was wel goed. Tijgertje, dat mag niet. Ik heb gisteravond even het spelletje gekeken. Ik weet er alles van. Was wel leuk. Zo grappig dat er was iemand uit Rotterdam erin. En ik vind dat toch gewoon altijd wel grappig. Ik vind het accent gewoon heel grappig van iemand uit Rotterdam. En daarna heb ik even Slechts Chauffeur gekeken. Ik heb nog niet helemaal afgekeken. Dus daar moet ik nog een klein deeltje van verder kijken. Toen ben ik even een spelletje gaan doen. En heb ik mijn video in elkaar gezet. En mijn blogpost geschreven. Toen ben ik lekker mijn serie gaan kijken op Netflix. Echt supergoed. En daarna Scott en Bailey. Dat was ook wel weer mooi. En toen ben ik naar bed gegaan om een boek te lezen. Ik kwam echt achter iets heel grappigs. Dat een van die spelers uit Scott en Bailey is dus ook getrouwd met een medespeler. Dat vond ik wel heel grappig. Dat ze samen spelen hierin. Dus ja, eigenlijk dat. Nu ga ik zo meteen nog even verder met klussen doen. Want ik moet even wat gaatjes dichten en zo. Dus ik ga jullie gewoon weer meenemen. Dus ik ga even muziek aanzetten en dan ga ik gewoon eventjes aan de gang. Verder ook niet zo heel veel te vertellen. Duitsland heeft gisteren wel gewonnen. Eerste wedstrijd van het WK. Of EK, sorry. Dus nou ja, morgen Nederland. Ik ben benieuwd. Goed, ik ga eventjes wat dingetjes opruimen en dan ga ik jullie weer meenemen. Dicht, nu hangt het een stuk beter. Ik vind dit eigenlijk wel een goede oplossing zo. Vroeger kon die stang hierin, maar dit werkt niet echt mee. Dus dat werkt bij deze niet, maar dit gaat ook prima. Dus ja, dat staat prima zo. Deze staat er nu ook nog bij op. En nu heb ik eigenlijk nog een leuke bak voor mijn vaatwastabletten, dat die hier ook op kunnen staan. En dan eigenlijk wil ik, kan ook als ik een blender heb, kan die er ook nog bij. Dus dat was het idee, dus heel blij zo. Zo, ik ben klaar. Ik heb het er helemaal warm van. Ik heb echt hele zere vingers ook. Ik heb volgens mij hier en daar wat vel kwijt. Maar het is allemaal weer gelukt. Maar het is altijd best wel eventjes een klusje. Dus nou, nu eventjes meteen lekker relaxen. Dan straks lekker douchen. Want daar verlang ik nu helemaal naar, dat geklus. Dan ben ik er wel weer eventjes klaar mee. Dan heb ik alweer genoeg gedaan. Katten hebben ook net lekker eten gehad. Ik wilde eigenlijk nog even mijn blog en YouTube-boek aan de gang, maar dat is niet gelukt. Dus die heb ik even naar beneden gegaan. Misschien dat ik het vanavond nog even doe bij de tv, dat ik er in ieder geval weer bij ben. Want ik heb vorige week ook niks gedaan. Vanavond ga ik gewoon al wat een jaar kijken. En dan ga ik nog even verder met Disney Dreamlight Valley. Daarna eventjes lekker mijn vlog voor zover mogelijk al editen.
ga ik daarna lekker verder met mijn Netflix-serie en nog eventjes lekker de laatste aflevering van Zussen kijken. Daar heb ik ook wel zin in. Dan ga ik lekker naar bed toe. Dan ga ik lekker even lezen en dan ga ik lekker slapen. Maar ik ben blij dat alles weer gelukt is. Dus eventjes zo de vaat in de vaat wassen. Ik was dat handwasje gisteren vergeten. Die heb ik nu vanmiddag gedraaid. Die is klaar. Dan deze was eraf. Dus ja, zo blijven we lekker bezig. Goed, ik ga nu in ieder geval niks meer doen. Dan eventjes lekker relaxen. Dus ik zou bij deze in ieder geval zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze zondag. Het is vandaag 16 juni. En vandaag speelt Nederland om 3 uur. Dus ja, ik ben benieuwd hoe dat zal gaan. Ik heb gisteravond gekeken naar Oh, wat een jaar. Ik vond hem wel leuk. Volgens mij was het een herhaling, maar ik had hem nog niet gezien. Daarna heb ik even spelletje gedaan. Dat ging wel goed. Toen ben ik mijn vlog in elkaar gaan zetten. Nog even wat op de computer gedaan en toen ben ik lekker mijn Netflix-serie gaan kijken. En daarna Zussen was de laatste aflevering. Ik bleef al achter met een cliffhanger, dus ik hoop ergens nog wel dat er nog een seizoen achteraan komt. Maar dat hebben ze nog niet bekendgemaakt, dus dat moeten we maar eventjes afwachten. Toen ben ik lekker naar bed gegaan, heb ik even mijn boek gelezen en toen ben ik lekker gaan slapen. Ik ga straks wel even foto's maken, dus ik zal straks de fotospullen laten zien. Nu ga ik eerst even in huis wat doen en groenten afhalen en dat soort dingen. En dan straks Nederland, dus nou, straks is nog even de fotospullen. De fotospullen, ik heb dit Eau de Parfum van Vigency van de Action. Dat is dat tasje, daar ben ik heel benieuwd naar. Twee fixing sprays van Mickey en vriend en vrienden. En dit is dan Minnie Mouse en Katrien Duk. En dan heb ik hier het Wildflowers eyeshadow palette. Hier ga ik dus even de foto's van maken. Dus dat ga ik nu eerst eventjes doen. En dan zometeen weer verder ook voetbal kijken natuurlijk. Zo, nou, Nederland heeft gewonnen. Het ging niet van harte. Want we kwamen toch wel achter te staan. En uiteindelijk werd het gelijk getrokken. Toen hebben ze toch op het einde nog gescoord. Dus dat was wel fijn. Maar ik dacht even dat we zouden gaan verliezen. Maar goed, verder was het wel leuk. Katten hebben net lekker gegeten. Nu ga ik zo nog even lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en even eten. Vanavond kijk ik de Code van Koppers, maar die is laat. Pas 9 uur, omdat je eerst een oranje quiz hebt. Ik ga mijn nagels eventjes doen. En dan ga ik even nog spelletje doen. Dan ga ik mijn foto's bewerken. Dan weer lekker verder met die Netflix-serie. Hij liep nu toch iets anders dan dat ik dacht. Want ik dacht dat het om een verkrachtingszaak ging. Bleek nu toch niet zo te zijn. Het meisje dat was dus uiteindelijk toch niet verkracht. Maar daar kwam het heel erg in over. Maar goed, dat duurt dus even dat je erachter komt. Ga ik nog eventjes lekker zien. Zij kijken. En dan ga ik lekker naar bed mijn boek lezen. En dan ook weer lekker slapen. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien, want ik ga nu verder niks meer doen. Maar wel heel fijn dat Nederland gewonnen heeft. En dan ja, op naar de volgende wedstrijd. Maar dat kan nog wel spannend worden, want Frankrijk is altijd ook wel lastig. Maar dat gaan we wel zien. Dus nou, ik ga eventjes even lekker in de relax-modus. Dus bij deze zeg ik dan tot morgen. Een hele goede middag op deze maandag. Het is vandaag 17 juni. Ik ben klaargemaakt en ik heb het weer koud. De temperatuur loopt van de week wel iets op, maar het blijft heel regenachtig. Dus ik heb weer lekker een trui aangetrokken. Ik heb gisteren eigenlijk heel niet bij stilgestaan dat het vaderdag was. Maar wij doen er eigenlijk nooit heel veel aan. Ik heb aanstaand weekend heb ik dan weer de verjaardag. En dan neem ik wel wat voor mijn vader mee. Maar meestal op de dag zelf zien we elkaar ook niet. Dus vandaar ik eigenlijk heel niet meer waarbij heb stilgestaan. Maar hij zit niet helemaal goed. Ik heb gisteravond gekeken naar de Code van Koppen. Dat was de laatste aflevering van dit seizoen. En dat was Nederland tegen België. Maar was wel heel erg leuk. Want ze kwamen terug in hun eigen jeugdkamer. Dat was zo gaaf gedaan. En Leo Alkema deed ook mee. Die kon zich helemaal niet meer concentreren op dat spel. Die zat alleen maar... Oh kijk, dit was van vroeger en dit. Ja, dat was echt super leuk. Ik heb ook mijn nagels gedaan. En ze zijn een beetje paarsachtig. En daar heb ik dit lakje voor gebruikt. Het is ook al een oudje uit een limited editie van Catrice. Hij kwam uit de Advent Beauty Gift Shop. En dit is de 2 Shiny Lilac Nails. Dus die. Ik heb even lekker Disney Dreamlight Valley gedaan. Toen heb ik mijn foto's bewerkt. Ik moet nog even 2 nieuwe maken. Dat was niet helemaal goed gegaan helaas. Die waren een beetje onduidelijk.
En toen ben ik mijn Netflix-serie gaan kijken en daarna zie je Zai. En ik begin al wel meer te wennen nu aan het feit dat deze man erin meedoet. Want hij is echt heel hilarisch. Ik moest eventjes wennen, de wissel van het personage, maar hij is wel heel grappig. Dus dat, toen ben ik lekker naar bed gegaan en mijn boek gelezen. En hij is alweer bijna uit. En toen ben ik lekker gaan slapen. Ik heb nog één jurkje binnengekregen van Lidl. Die wilde ik heel graag hebben. Die had ik gezien een paar weken terug al. Maar elke keer was hij er niet. En nu stond hij ineens online. Dus ik heb hem toch besteld. Die ga ik jullie nog even laten zien. En ook hoe die aanstaat. Want omdat ik nu toch al allemaal kleren had laten zien. Dan ga ik even lekker aan de gang. En dan ga ik jullie gewoon eventjes laten zien dat ik mijn kwasten heb gewassen. Ik weet dat is een beetje saai. Maar het hoort bij mijn leven. En ik ga hier poetsen en wasjes draaien. En weet ik het allemaal. Ik zal eerst even dat jurkje laten zien. En dan ga ik gauw even aan de gang. Even een beetje een andere positie, want ik heb jullie nu niet op het statief staan. Dus ik zal iets naar achter gaan, dat je wel mijn hoofd ziet. Want ik had niet zo zin om het hele statiefje weer aan te draaien. Af en toe ben ik ook een beetje lui. Maar het is een jurkje met dit printje. Ik zal hem er even uithalen, want dan zal ik hem straks ook even voor jullie aandoen, uiteraard. Ja, dat vind jij leuk, hè, plastic. Doe maar even niet, want als het niet goed zit, dan kan ik het niet terugsturen, hè. Als jij er aan zit... Kijk, en dat is deze. Ook een hele vrolijke die je ook kunt strikken. Want ik vond die bloemen zo mooi. Ja, ik heb de laatste tijd echt iets met dit soort printjes. Ik vind hem super leuk. Ik weet niet eens meer wat hij heeft gekost. Het zal niet veel geweest zijn. 10 euro, misschien minder. Maar ik vind hem heel leuk. Maar ik zal nog even laten zien hoe die dus aanstaat. Maar ik ben heel blij met dit printje. Ik heb 36,38. Dus ik ga ervan uit dat het goed zit. Maar ik zal hem dan nog even passen. Dus dat zien jullie dan nog even. Zo ziet het jurkje eruit als ik deze aan heb. Dus die ziet er ook wel super leuk uit. Leuke lengte. Eigenlijk een beetje dezelfde als die andere. Maar een leuk patroontje. En je kunt dit dus heel leuk strikken. Dus ik vind het wel een leuk speels effect te hebben. Ik had hem ook niet groter moeten hebben. Want ja, je blijft dit altijd een beetje houden. Maar ik vind hem wel echt super leuk zo. Zo, we zijn weer rond. Inmiddels is de zon ook gaan schijnen, dus het is wel weer wat warmer geworden. Ik vraag me nu wel even af hoe warm het is, maar ik krijg het natuurlijk ook wel met schoonmaken. Ik heb alles weer lekker klaar. Ik heb de vaatwasser weer ingeruimd, die had ik gisteren gedraaid. Toen had ik hem al uitgeruimd gisteravond en nu heb ik weer wat vieze vaat er alweer in zitten, dus dat is ideaal. Alleen nog even een schoon zakje in mijn GFT-bak en een schoon zakje in het afvalbakje, zeg maar, in de... douche. Maar verder is alles weer goed. Mijn was die is nog niet klaar. Die draait nog. Maar dat komt ook allemaal goed. En alles is weer lekker schoon en gedweld. En de bakken zijn schoon. Ik heb nu tegenwoordig trouwens. Ik heb van die curvekattenbakken. En deze dingetjes. Die kun je er op twee manieren in doen. Je kunt ze ervoor leggen. Maar ook erin doen. Ik heb deze nu even openstaan. Het tijgertje wil momenteel niet op de dichte bak. Dus dan heb ik er één openstaan. Dat ze in ieder geval de behoefte kan doen. Ik heb ze nu even ervoor gelegd. Dan hebben ze net iets meer ruimte. Maar ze kunnen dus ook hierbovenop. Wat ik eerder altijd deed. Maar nu even zo. En wel even vervelend dat tijgertje momenteel niet op de dichte bak wil. Maar ja, goed. Dat is gewoon even een fase. En dat komt uiteindelijk ook wel weer goed. Weet je, als ze maar gewoon naar de kattenbak gaat, dan is het goed. Ik ga nu in ieder geval eventjes heerlijk relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond ga ik denk ik een Meester Frank Visser terugkijken die ik nog had opgenomen. Want er is weer een herhaling. En dan ja, dat vind ik niet zo leuk om te zien. Dat ga ik doen. Ik ga sowieso nog even lekker een spelletje doen. Ik moet nog even die twee nieuwe foto's maken. Maar dat kan nog genoeg. Want het is nu best wel lang licht natuurlijk. Ga ik daarna eventjes misschien nog even wat op de computer doen. Ik zag ook dat er weer een nieuw persbericht binnengekomen was. Maar ik weet niet wanneer die online mag komen. Ik moet er nog even van Essence online zetten. Maar die mocht ook pas vanaf vandaag online komen. Want er zat een embargo op.
Dus genoeg te doen. Dan ga ik lekker mijn Netflix-serie kijken. En daarna lekker zien. Ga ik lekker naar bed. Even lezen en lekker slapen. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien. Ik ben trouwens wel super blij met het jurkje. Want ik vond hem echt wel heel erg leuk zitten. Maar dat hadden jullie al wel door toen ik hem liet zien met passen. Goed. Dat ga ik eventjes doen. En dan zou ik bij deze gewoon zeggen tot morgen. Een hele goede middag. Deze dinsdag, het is 18 juni. Ik ben bijna klaargemaakt. Ik moet alleen nog wat op mijn ogen. Maar er komt, ik ga zo een video opnemen met een ooglook. Dus vandaar dat die nog niet gedaan zijn. Dus dat komt dan zometeen als de video erop staat. Ik heb gisteren gekeken naar Ik weet er alles van. En daarna Meester Frank Visser, die had ik teruggekeken. Die had ik dus op de opname nog staan. Wow, een beetje asociaal vond ik het. Dat waren twee buren, die hadden ruzie met elkaar, twee vrouwen. Maar die gingen best wel hard tegen elkaar tekeer. Het ging echt wel een beetje tegen het asociale aan. Dus dat vond ik wel dat ik even dacht van, oké, dit is wel een beetje bijzonder. Hoe ze tegen elkaar tekeer gingen was niet echt netjes. Maar goed, ze hebben allebei weer een oplossing gekregen waar ze blij mee waren. Dus dat is het belangrijkste. Daarna heb ik een klein stukje van, hoe heet het programma? Moet ik even opzoeken, ik weet het gewoon niet. Dat ze zo'n huis gaan, dat ze mogen proefwonen in zo'n huis, hoe heet dat programma ook weer? Even kijken in de tv-gids hoor, want daar staat het vast in. Voor hetzelfde geld. Ik wist het ineens, voor hetzelfde geld heb ik een stukje van gezien. Ik heb nog even een lekkere spelletje gedaan. Toen ben ik mijn blogpost gaan schrijven, had even een foto opnieuw gemaakt, is allemaal gelukt. Nog een paar nieuwe boeken binnengehaald. Dus die kunnen vanavond weer op de e-reader. Want ik heb mijn boek uitgelezen. Dus dan mag ik weer met een nieuwe beginnen. En dat is altijd ook wel weer leuk. Soms vind ik het ook wel een zoektocht. Is dat herkenbaar? Ja, ik denk dat het anders is als je gewoon boeken leest. Want misschien dat je dan niet zo heel veel hebt. Of omdat boeken zijn natuurlijk best wel duur. Maar ik heb er best wel veel op mijn e-reader staan. En dan moet ik elke keer weer kiezen. Oh, welke wil ik gaan lezen? Dus, maar ik heb er weer een aantal. Dus ik kan weer gaan kiezen. En ik heb gewoon lekker mijn Netflix serie gekeken en zie je zijn, dat was het ook wel. En dat was allemaal prima. Ik ga hier nu zo even lekker stofzuigen en eventjes de boel allemaal op zijn plek. En dan ga ik eerst even een video opnemen. Ik heb nog eventjes wat dingen naar boven doen, wat was en zo. Want ik heb gisteravond nog wat dingen opgevouwen. En dan is dat allemaal weer klaar. Dan ga ik nog even diamond paint, dus dan neem ik jullie wel weer mee. Verder eigenlijk ook niet zo heel veel te vertellen, want er is niet zo heel veel gebeurd. Dus ik ga maar even aan de gang en dan kan ik zo eerst even een video opnemen. We'll be right back.
Zo, ik ben weer klaar. Alles is wel weer gelukt. Video opnemen ging vrij vlot, dus dat was makkelijk. Toen heb ik even boven nog wat kleding allemaal netjes opgeborgen. De diamond painting erbij gepakt. Nog wel even diamond painting gedaan. Ik ben een beetje moe. Een beetje gaar, ik weet niet. Even zo'n inkakmomentje of zo. Katten hebben het lekker gegeten. Trouwens, ik zei, er was helemaal niets spannends meer gebeurd, maar ik had gisteren nog iets doms. Ik wilde gaan koken en ik pak mijn haricot verts uit de koelkast. Maar ik koop ze de laatste tijd heb ik ze heel vaak gekocht bij de groenteboer. En die hoeven dus niet meer gepunt te worden, want die zijn de puntjes al vanaf. Ja, toen pakte ik ze dus uit de koelkast. Maar ik had ze dit keer bij de supermarkt gekocht en die moesten nog gepunt worden. Dus die moest ik ergens alweer gaan punten. Toen dacht ik, wat dom dat ik daar niet op heb gelet, want dat doe ik normaal altijd op zondag. Dom dat ik dat niet had gezien. Want de bonen had ik wel gedaan. Nou ja, goed. Dat was niet zo heel slim. Dus dat had ik wel gedaan. En ik had gisteravond nog, voordat ik ging slapen, een spin op mijn plafond. Dus die heb ik ook nog even weggehaald. Anders slaap ik niet. Ik ga nu zo eventjes lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond kijk ik weet er alles van. En ik denk dat ik even Stedijkstraat Arm ga terugkijken. Die beginnen nu ook met de herhalingen. Dus dan kan ik morgen nog even kijken wat er nog opgenomen is. En dan ben ik allemaal wel weer een beetje bij. Dan ga ik nog even een spelletje doen en mijn vlog afmaken met editen. Daarna eventjes mijn foto's bewerken voor mijn blogpost. Dan ga ik lekker mijn serie kijken op Netflix. Nog 2 afleveringen, dan is het ook weer klaar. Ga ik even CSI kijken en dan ga ik lekker een nieuw boek opstarten. Dus daar heb ik wel zin in. Ik weet nog niet welke het wordt, maar de keuze is weer reus. En ik heb hier een velletje aan mijn voet die heel erg irritant is. Die ik het liefst weg wil hebben. Maar ik kan er beter niet aan gaan zitten. Want dat gaat heel zeer doen. Ik ga bij deze in ieder geval de vlog afsluiten. Ik hoop dat je het weer leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal? Kun je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf. Er staat een rode button. Daarnaast staat een belletje. En als je die aanklikt, krijg je de melding zodra er een nieuwe video online verschijnt. En hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk? Doe dan zeker even je duimpje omhoog. Ik wil je voor nu in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En ik hoop je bij een volgende video weer te mogen zien. Doei!